Ja, Assis Koka, wat ben jij vandaag van plan te gaan doen in de komende weken? Nou, ik wil gewoon langs 120 meter fietsen met driewielerfiets, driewieler fiets. Om te laten zien dat de beweging is beloond. We hebben in Nederland heel hoge gewoon bewegingsarmoede. Mensen die krijgen heel vaak schotmobiel in plaats van fiets. En dus die, die worden gewoon zieker en zieker. Dus, uh, en met meer beweging kunnen we ook wel gewoon miljarden gewoon sparen in de zorg. En hoe ga je dat doen? Nou, ik ga wel gewoon fietsen langs de gemeentes. Gewoon fietsen, maar dat is uh, heel ver en heel veel. Hoe gaat jou dat lukken? Nou, ik ga wel gewoon, uh, als het niet lukt, ja, probeer ik op een of andere weg te kom ik wel overal terecht hoor. Dan uh, neem je een stukje trein? Ja, als dat nodig is, neem ik ook wel een stukje trein. Want ik, ik heb ook gewoon geen straatplaats en ik moet wel gewoon elke avond thuis komen en morgens weer gewoon gaan beginnen. Daarom moet ik ook wel gewoon ja, onderweg ook wel gewoon. Dat door de vanwege gewoon laat komen. Dus moet ik wel gewoon ook wel eens een trein nemen om te, overal op tijd te zijn. Ja, anders is uh, de gemeentehuis dicht hè? Ja. En vrijdag is het ook wel een vermoeid dat de gemeente is open tot 12 uur of half één. Ja, die moet ook wel altijd rekening mee houden dat ik wel overal kan terechtkomen. Juist. En uh, ja, ik hoop dat je hele mooie routes uitgezet hebt. En dat je een hele goede reis tegemoet gaat. En dat je heel veel mensen kunt overtuigen. Succes. Hartelijk dank. En ik, ik, geloof dat zelf, dat gaat meer lukken, hoor. Want ik ben vastbesloten.